Tussen het Vondelpark en het Leidseplein in Amsterdam ligt naast het grote casino het Max Euweplein. Wie er ooit is langsgelopen op een zwoele zomerse dag is dan getuige geweest van in gedachten verzonken mannen die op dit stenen bord schaken. Sinds 1991 is boven een kleding- en schoenenzaak het Max Euwe-centrum gevestigd. Als eerbetoon voor zijn unieke prestatie in de Nederlandse sportgeschiedenis. Ja, zo zag mijn vader er altijd uit toen hij, als hij in de tropen was. 75 jaar geleden werd mijn vader wereldkampioen schaken. En toen stond de hele wereld op zijn kop, want nou wereld, maar in ieder geval in Nederland. Ja. En ik heb gehoord, ik was nog geen 2 jaar, dus ik heb het allemaal uit verhalen gehoord, dat toen mijn ouders dus thuis kwamen, de hele straat aan het vlaggen was en meteen aan het zingen. En ze zijn toen naar boven gegaan en mijn zusjes zijn naar bed gekomen. Ik heb 2 oudere zusjes. En die vroegen dus wat er gebeurd was, of gewonnen had. Ja, wat gewonnen? Nou, uit het raam kijken, dat is zo'n erker. En dat ging natuurlijk meteen open en zwaaien en de hele straat was helemaal vol lof. Dit is Johan van Hulst. Hij was vroeger professor dokter in de pedagogiek en politicus voor de CAU en het CDA. Van Hulst wordt op 28 januari 100 jaar. In 1935 was hij 24 jaar en intens toeschouwer bij die memorabele wedstrijd. Toen Euwe wereldkampioen werd, op die dag, op die zondag in Bellevue, toen stond Amsterdam werkelijk op zijn kop. Een verkeerschaos op het Leidseplein. Toen de mensen hoorden dat Euwe zijn doel had bereikt, bij honderden stroomden ze toe. Ze konden alleen Bellevue niet meer in. Jan Timman is negenvoudig Nederlands kampioen. Hij behoorde jarenlang tot de wereldtop en hij heeft veel schaakboeken geschreven. Timman legt uit wat de betekenis van Euwe voor zijn eigen schaakontwikkelingen is geweest. Hij was toch mijn grote voorbeeld. Ik had al die boeken van hem gelezen. Ik had zijn partijen dus bestudeerd. Ik heb op mijn 8e schaken geleerd. Ik ben 16 jaar min 1 dag na zijn wereldkampioenschap geboren. Zijn partijen had ik bestudeerd. Mijn vader had boeken van hem van voor de oorlog, uit 1938. En dat waren openingsboeken, dat was een partijenboek. Het was ook een heel goed boek, Oordeel en Plan. Daar heb ik veel van geleerd. Hij was erg bescheiden. Hij was heel streng, maar wel rechtvaardig. Hè? Want ik heb bij hem in de klas gezeten, dus dat heb ik allemaal heel goed meegemaakt. Trouwens, thuis was hij ook streng en rechtvaardig. Nou ja, ik was nog geen 2 daar, dus... Ik vind nog altijd de hoofdzaak van deze wedstrijd dat het schaakspel supporters gewonnen heeft. Toen hij 4 jaar was, toen is hij al gaan schaken tegen zijn ouders. En hij vond dat eigenlijk wel erg leuk. Wat mij ook is bijgebleven, en dat vind ik zelf eigenlijk ook heel belangrijk, dat is het maatschappelijke aspect. 1935, goeie mensen, het middelpunt van de wereldcrisis en van Nederland. In Nederland een ongehoorde werkeloosheid. Overal kommer en kwel. De mensen hadden eindelijk weer eens iets om blij over te zijn. Om feest te vieren. Ik ben heel blij ook met deze tentoonstelling, waar je toch weer van die oude dingen ziet van Euwe. Die heel bijzondere dingen. Ik heb ook nog een heel bijzondere herinnering aan hem. Toen mijn vader overleden was, een condoleancebrief handgeschreven naar mijn moeder. En dat zijn echt heel mooie dingen. Hij heeft Nederland op de kaart van Europa en van de wereld gezet. En dat vond me toch werkelijk geweldig. En ik ben zo ongelooflijk ontroerd over de aandacht die eraan besteed wordt. Het is werkelijk ongelooflijk. Zoveel festiviteiten er nu georganiseerd zijn. Dat is, daar krijg ik tranen van in mijn ogen, moet ik zeggen. Het is fascinerend dat Nederland een fenomeen als Max Euwe heeft gehad. De wiskundeleraar uit Amsterdam die wereldkampioen werd en later als president van de Wereldschaakbond op alle continenten het schaken promootte. In deze speciale week komt er hoog schaakbezoek naar Nederland. In de feesttent op het Max Euweplein zal de huidige wereldkampioen Anand aanstaande zaterdag een lezing en een simultaan geven.